Actie. Actie. Oké, actie. Oh, ik dacht dat je naar binnen ging. Waarom niet? Om mensen een beetje ongemakkelijk te laten voelen. Mensen worden heel ongemakkelijk als ze naar een zwart vlak kijken. Dat is heel grappig. Zo goed als het af en toe gewoon gedwongen op zwart gaat. Dat je alleen maar moet luisteren. The three police officers were among a group of 15 who stopped a 25-year-old black man last Saturday night, then beat him, kicked him, and clubbed him, unaware that an amateur photographer was recording the incident on videotape. 3 maart 1991. De zwarte taxichauffeur Rodney King wordt door blanke politieagenten tot moes geslagen tijdens een arrestatie. Ja. Ja, natuurlijk. Hoe lang is hij nu overleden? In 2004. Mm. Je gaat zo'n koker mee met die as. Ja. Die hebben in de vuilnisbak gegooid, want die hij zei altijd, zet me maar bij de vuilnis. Dus ik gooide die koker in en zei, Jan, daar ga je. Ach, mist je hem nog wel heel erg, of niet? Aan de ene kant mis ik hem. Mm-hmm. En aan de andere kant leef je wel heel erg makkelijk. Want je kan eten wat je wil en je kan opruimen, hij had altijd zo'n troep overal. Wat is het voordeel voor jou om geen beeld te hebben, maar alleen audio? Dat het heel intiem is. Je kan je beter concentreren op de audio als je niet afgeleid bent door het beeld. We hebben allemaal heel veel vooroordelen. Dus als je iemand ziet, dan heb je meteen een beeld. Je gaat meteen alles invullen van, oh, die is te dik, te dun, verkeerde schoenen. Dat valt natuurlijk weg bij audio. Je bent op dit moment bezig met een verhaal voor een nieuwe podcastserie, Het Leven, een gebruiksaanwijzing. Waar gaat het verhaal over? Over een meisje met een bipolaire stoornis. En zij raakte mij heel erg. Niet zozeer eigenlijk omdat zij een bipolaire stoornis had, maar gewoon op de manier hoe ze praat en hoe ze vertelt. En met audio ben je natuurlijk altijd heel gespitst op wat je kan horen aan de stem en hoe iemand formuleert en hoe reflectief iemand ook is. En dat vond ik bij haar heel bijzonder. De opbouwing is bijna als een soort trommel die zo opbouwt en steeds intenser maakt en intenser maakt en intenser maakt. En je wil niet dat ze weer langzamer gaan, want dan zakt je energie weer in. Je wil gewoon dat het sneller gaat en sneller en dat je jezelf verzekerd blijft voelen en niet stilstaan bij wat een loser je voelt. Je wilt doorgaan en krachtig zijn en lol hebben en genieten. Dat is als ze vertelt over hoe het is om in een psychose te komen. Maar ze vertelt het heel beeldend. Met het voorbeeld van die trommel die in een soort ritme komt. En dat je daar steeds meer jezelf in verliest. Waardoor je er ook iets bij voor kan stellen. Dat ik nu normaler ben en dat ik thuis zit, dat is dan vanuit de psychiatrie een vooruitgang. Slaapt goed, eet goed. Als een soort check, check, check. Het gaat goed. En dan, als ik dan terugdenk over psychose, dat alles betekenis had. Dat was gewoon heel erg mooi. Zelfs in het idee dat ik in een hel zat, zat meer betekenis dan in de vlakheid van het stabiele. Er zitten aspecten in die wij allemaal herkennen. Bijvoorbeeld dat mensen op Koninginnedag, hè,
iedereen gaat helemaal uit zijn bol. En als je dan om een uur of vijf zeg maar, door de Jordaan loopt... dan denk je echt, wat is hier gebeurd? Mensen liggen in de goot, alles ligt door elkaar. En iedereen is met elkaar aan het tongen en weet ik veel. Je moet het allemaal maar eruit laten... om vervolgens weer gewoon rustig naar je werk te gaan... en helemaal heel normaal en achter je computertje zo te gaan zitten. Maar we kunnen dus niet per se een goede manier vinden om dat te combineren. Dat lukt dus niet. En dat is wat zij eigenlijk ook beschrijft, maar dan in extreme. En als je het uitvergroot en als iemand er heel beeldend over praat... dan zet het je, als het goed is, zelf ook aan het denken. Van wat is eigenlijk normaal? Je hebt haar verhaal in audio en nu wil je daar een extra laag aan toevoegen. Hoe ga je dat precies doen? Zij vertelt over haar ervaringen en over haar ziekte... en er wordt een choreografie opgemaakt... door dansers van het Nationale Ballet. The House of Makers, heette zij. Het is echt een experiment. Ik heb het nog nooit gedaan. Het kan een soort van extra schoonheid geven aan dat ziektebeeld. Van dat je nog meer voelt vanuit juist dat fysieke... ja, hoe je zo'n trip beleeft. En ik vind het gewoon een heel mooi idee... dat die dansers haar verhaal vertolken, omdat zij zelf... Ja, zelfs zegt ze dat ze bang is geworden om nog te dansen. Zelfs in haar eigen woonkamer met haar ogen dicht... vindt ze dat iets engs hebben, omdat dat staat voor jezelf verliezen. En jezelf verliezen is iets negatiefs geworden. En door die dansers dat wel te laten doen... wordt het misschien weer iets positiefs. Is dit wel kuis? Laura, om jou beter te leren kennen wil ik beginnen met de vraag... wat is jouw lievelingsdier? Ik ben niet zo'n dierenvriend. Ik ben niet zo'n dierenliefhebber, moet ik eerlijk toegeven. Gaan we zoenen? Nee. Laura Stek? Gerard Ventus. Gerard Ventus? Ventus. En wat betekent dat? Dat betekent wind. Wind? Laura, als je een audioverhaal van Gerard Ventus zou moeten maken, hoe zou dat dan klinken? Iets met grind? Sowieso iets met grind. Kan je paardensport trucjes? Je hebt ook voltige, dat is een soort van ballet op paarden. En ik hoop dat paard het dan niet realiseert. Heel zielig, een soort van podium gewoon.